Okay, hier komt mijn trucje. Ja, bitch! Get direct, son! What the fuck deed die dan weer dan? Oh my god, geniaal. Kijk, let op, let op, let op. Ja, ja, nice! Oké, nou dat heeft gewerkt, super! Yo, kijkers van Doe Maar Gamen. Super awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze splik-splinter nieuwe aflevering van Minecraft Skywars hier in de CubeCraft Games server. Mijn naam is Job en ik speel momenteel in de One and Only Music map. En dit is denk ik toch wel een van de weinige Minecraft Skywars mappen die ik echt nog niet zo heel erg vaak heb gespeeld. Er zijn namelijk eigenlijk bijna elke Skywars map heb ik sowieso al heel erg vaak gespeeld. Ja, heel erg vaak. Heb ik aardig wat gespeeld in ieder geval. Maar de music map die zie ik niet erg vaak staan wanneer ik bijvoorbeeld een area wil gaan joinen. Dus daar zal het waarschijnlijk wel mee te maken hebben. Maar dat even terzijde. Ik ga gelijk even kijken of ik zo snel mogelijk bij een van mijn eerste tegenstanders kan komen. Want het zit namelijk zo. Momenteel is het zo dat de basispakketten zijn geselecteerd. Wat eigenlijk gewoon inhoudt dat de kisten dus eigenlijk niet echt hele sterke loot bevatten. Wat aan de ene kant een voordeel kan zijn, maar aan de andere kant misschien ook weer niet. Dat ligt er natuurlijk een beetje aan in wat voor scenario je je bevindt. Maar dat even terzijde. Ik moet daarentegen echt ongelooflijk goed uitkijken. Want ik zie er namelijk iemand heel boos naar mij kijken. Of ja, boos naar mij kijken. Ik heb het idee dat als ik niet goed uitkijk, dat ik dan zometeen zwaar de pineut ben. En ik hoop eerlijk gezegd dat ik haar kan vertrouwen. En laat maar zitten. Ik kon haar niet vertrouwen. Misschien is het toch maar in eerste instantie handig als je vol op iemand gaat en gelijk gaat pvp'en. In plaats van dat je eerst even gaat kijken of je ermee kunt teamen. Want anders kom je misschien in een scenario als deze terecht. En word je gewoon keihard in elkaar gemapt door iemand met full iron gear. Shit. Oké, jongens en meisjes. Wij zitten in de snowy map. En één voordeel aan de snowy map is eigenlijk best wel obvious. En ik denk dat de meeste mensen ook wel gaan weten wat voor voordeel ik ga opnoemen. Dat is namelijk dat als jij een shovel maakt, je eigenlijk heel erg veel sneeuwballen kunt verzamelen. Ja, van je eigen eilandje, om het zo te zeggen. Dan moet ik eerlijk toegeven, zoveel sneeuwballen zul je er dan waarschijnlijk ook weer niet aan overhouden. Maar stel voor je speelt met de basispakketten. Oftewel de pakketten waarbij je bijna geen goede gear kunt krijgen. Dan kun je dus altijd gewoon even een wooden shovel maken om in deze map dus nog even wat meer sneeuwballen te verzamelen. Dan moet ik eerlijk toegeven, bij mij is het momenteel niet zo dat ik met de basispakketten speel. Ik speel namelijk op het moment met de normal chests. Wat eigenlijk simpel gezegd inhoudt dat de pakketten niet heel erg sterk zijn, maar ook weer niet heel erg slap. Het zit er dus een beetje tussenin. Ik heb namelijk wel bijvoorbeeld een diamond sword weten te krijgen. En een diamond sword is natuurlijk op zich al best wel heel erg handig om te hebben. En ik bouw heel even snel dit hier zo omheen. Want als ik dat namelijk niet doe, ben ik bang dat ik zo meteen bekogeld ga worden. En dat willen we natuurlijk lichtelijk maar even proberen te voorkomen. Helemaal als we zo meteen bekogeld gaan worden door bijvoorbeeld een power 1 bow. Want die zitten er namelijk wel bij de normal chests. Al moet ik eerlijk toegeven, hij beweert wel te willen teamen. Maar aan de ene kant betwijfel ik dat eerlijk gezegd toch nog een beetje. In verband met het feit dat ik namelijk eerder op het punt ben geweest waarbij ik dacht van, oh, waarschijnlijk wil hij wel met mij teamen. En toen kwam ik er ook in één keer achter dat dat eigenlijk helemaal niet het geval was. Dus misschien moet ik daar maar een klein beetje rekening mee houden dat hij misschien niet echt met me wil gaan teamen. Want dan zitten we namelijk wel met een erg groot probleem. Al moet ik eerlijk toegeven, ik zie daar verderop zie ik er ook weer een paar naar hen toe gaan. Dus misschien is het wel zo aardig als ik hem dan even kom steunen. Dus even kijken, ik wil met jou teamen. Ik heb het idee dat hij mij gaat aanvallen, ik weet niet waarom. Nou oké, hij wil teamen schijnbaar. Of misschien valt hij mij nu nog niet aan omdat hij namelijk niet goed voorbereid is, ik weet het niet. Maar ik weet eerlijk gezegd niet of het handig is om ook met hun te gaan teamen. Als we dat zouden doen, dan zouden we natuurlijk wel gelijk een ongelooflijk groot team hebben als het ware. En dan zouden we dus echt super OP zijn. Maar stel voor, hun willen niet met ons teamen, dan zitten we natuurlijk wel weer met een groot probleem. Dus ik geef hem even een golden apple. En dan hoop ik, laat maar zitten. Laat maar zitten! Ik had het kunnen verwachten. En dat is dus de reden waarom je beter niet iedereen kunt vertrouwen in Minecraft Skywars. Want zo nu en dan zitten er nog wel een aantal tegenspelers bij die op het eerste gezicht misschien betrouwbaar en aardig lijken. Maar die eigenlijk helemaal niet zo betrouwbaar en aardig zijn. Dan moet ik eerlijk toegeven, het kan natuurlijk ook andersom zijn. Dat je bijvoorbeeld iemand op je af ziet rennen met een diamond sword. En dat je denkt van, oh my god, hij gaat dat diamond sword door mijn middenrif heen duwen. En dat hij eigenlijk alleen maar op je af komt rennen om jou juist dat diamond sword te geven. Dus het is altijd een beetje moeilijk om het scenario van tevoren in te schatten. Maar een kleine tip van mij naar jullie. Als je Minecraft Skywars speelt, speel dan in eerste instantie gewoon lekker free for all. En kill natuurlijk gewoon iedereen die je killen kunt. Want als je dat namelijk niet doet, kun je dus in scenario's als deze terechtkomen. Dat is weer een wijze Minecraft Skywars les. Laten we doorgaan naar het volgende potje. Oké, jongens en meisjes. Wij zijn teruggekeerd in de meest vurige map van heel Minecraft Skywars. Hier in de CubeCraft Game server. Jullie weten waarschijnlijk al wel over welke map ik het
heb. Of jullie hebben al heel sneaky rechts midden in beeld gekeken. Nee. In ieder geval, jongens en meisjes. Ik heb het uiteraard over de one and only Nether map. En de Nether map is ook een van de weinige mappen in Minecraft Skywars als het gaat om de CubeCraft Game Server. Waarbij er in het midden van de map echt incredibly veel kisten liggen. Want je ziet er nu namelijk al 1, 2, 3, 4, 5. En daar beneden zitten er geloof ik ook nog 3. Dus dat zou betekenen dat er in totaal 8 kisten te verkrijgen zijn in het midden van de Nether map. Wat over het algemeen gezien toch wel weer een hele hoop is. En zoals jullie kunnen zien, hier zitten er ook weer 3 op elk eilandje. Dus in principe kom je daar toch wel een heel eind mee, to be honest. Maar dat even terzijde. Zoals jullie kunnen zien, de kisten die zijn op dit moment niet overpowered, niet normal. Maar de kisten die zijn op het moment basic. Wat inhoudt dat het dus, hoe kan ik het zeggen, niet echt heel erg goede loot bevat. Toch ga ik proberen zo snel mogelijk verder te komen. En misschien wel zo snel mogelijk daar te komen. Al moet ik natuurlijk wel rekening mee houden dat ik zo meteen misschien wel onderuit gehaald geworden als ik niet goed uitkijk. Dus dat is wel een van de dingen die ik even in mijn achterhoofd moet houden. Maar dat even terzijde. Ik begin wel steeds dichterbij te komen. En tegelijkertijd begin ik bekogeld te worden door iemand. Wat natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling is. Oké, hier komt mijn trucje. Ja, bitch! Get the wrecked, son! Oh, nice. Oké, hij komt sowieso nu gelijk mijn kant op, of niet? Oh nee, hij komt niet gelijk mijn kant op. Dat was eigenlijk best wel obvious geweest. Maar ik moet even goed uitkijken met wat ik nu ga doen. Want voor het, ik ga hem niet vertrouwen. Want ik zag namelijk net ook al dat hij mij aanviel, as far as I know. Dus ik ga hem niet zo 1, 2, 3 vertrouwen. Want voor hetzelfde geld besluit hij mij zo meteen toch nog aan te vallen. Ik weet eigenlijk ook niet wat hun van plan zijn. Oh, hun willen niet teamen. Hun willen niet teamen. Hun willen freaking niet teamen. What the fuck deed hij dan weer dan? Oh my god, geniaal. Oké, let op. Kijk, let op, let op, let op. Ja, ja, nice, oké, dat heeft gewerkt, super. Oké, nu is het eigenlijk even een kwestie van hopen dat hij wel of juist niet wil teamen. Want als hij namelijk niet wil teamen, hoef ik me ook niet schuldig te voelen dat ik hem dan wel inmaak. Ik denk namelijk dat hij niet met mij wil teamen. Al weet ik dat op het moment natuurlijk niet zeker. Maar ik ga er maar gewoon vanuit dat hij... Nee, ik ga niet met hem teamen. Oh kut, oh kut, oh kut, oh kut, oh kut, oh kut. Iemand die gaat mij doodmaken, heb ik het idee van. Iemand die is van plan mij dood te maken in ieder geval. Oh kut, oh kut, oh kut, oké, nee, nee, nee. No way, ik ben gewoon dood gegaan door het vuur. En ik zei al in het begin van dit potje, ik ben teruggekeerd in de meest vurige map. En inderdaad, jongens en meisjes, dit is de meest vurige map. Shit. Oké, jongens en meisjes, wij zitten momenteel in de beach map. En ditmaal heb ik wel eens een keertje gekozen voor de overpowered pakketten. Wat uiteraard betekent boos met epische enchantments zoals power en punch. Epische diamond swords met sharpness en meer. Dus laten wij gelijk even gaan kijken wat er in onze kisten verschilt zit. Ik ben er namelijk over het algemeen gezien best wel heel erg benieuwd naar. En ik heb zojuist even wat cacao beans meegenomen. Dus als wij een koekjesfabriek willen gaan beginnen hier in Minecraft Skywars, dan is dat ook nog een mogelijkheid. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik dat niet zo snel zou doen in Skywars. Dat even terzijde. Ik heb daarentegen wel het idee dat als ik hier zo heel riskant op blijf staan, dat ik dan misschien zo meteen wel beschoten ga worden. Dus misschien is het een handig plan als ik heel even ga kijken. Is er hier geen mogelijkheid om nog naar beneden te gaan? Ik weet het niet. Ja, wat ik anders gewoon even doe, is ik kijk gewoon heel even of ik wat hout kan gaan verzamelen. Want als ik namelijk wat hout bij me heb, dan kan ik in ieder geval even kijken of ik mezelf naar mijn tegenstanders toe kan bouwen. Ik hoorde een enderpearl geluid. Ik hoorde inderdaad een enderpearl geluid. Mijn oren zijn goed in ieder geval in Minecraft Skywars. Dat is een van de voordelen. Maar een van de nadelen is dat ik zojuist ben doodgemaakt. Jammer. Oké, jongens en meisjes. Ik zit momenteel in een van mijn favoriete Minecraft Skywars mappen. Ik heb het namelijk over de prachtig mooie regenboogmap met een My Little Pony in het midden. Wat is het toch mooi. In ieder geval, jongens en meisjes, ik ben super benieuwd of we hierin kunnen gaan ownen. De kisten zijn momenteel normal, dus niet al te goed, niet al te slecht. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Ik pak mijn gear eruit en zonder er te lang omheen te draaien, ga ik letterlijk gelijk proberen bij hem te komen. Want het kan namelijk vrijwel altijd in deze map. Kijk, hij weet het waarschijnlijk. Come on. Ah, nice. Ik heb hem. Super. Of ik heb haar. Ik weet niet of het een hem of een haar was. Maar de eerste kill die zit in ieder geval in de motherfucking pocket. En dat is fijn, al zeg ik het zelf. Ik heb alleen... Kut, kut. Oh, shit. Ik dacht heel even voor een aantal seconden dat naast het feit dat hij zulke goede gear had, ik hem toch nog van mijn eilandje af kon slaan. Dus ik zat echt zo van... Oh my god. Gaat het lukken? Gaat het lukken? Gaat het lukken? Nee. Hij heeft mij doodgemaakt. Maar jongens en meisjes, dat zegt eigenlijk wel weer dat als jij in een scenario terechtkomt, in wat voor manier dan ook, of het nou in Minecraft Skywars is of in een andere minigame, of misschien wel in het echte leven. Ik weet het niet. Denk niet gelijk van oh, mijn tegenstander is veel beter. Ik geef al op. Want als je dat namelijk doet, ja, dan win je uiteraard niet. Maar als je het probeert, is er natuurlijk altijd nog een mogelijkheid. Misschien is die mogelijkheid wel niet al te groot. Maar er is dan in ieder geval nog wel een mogelijkheid dat je wint. En dat is dus ook de reden waarom ik net toch nog heel erg wild aan het slaan was op mijn tegenstander. In plaats van dat ik mijn handen losliet van mijn keyboard en muis, zo zat van fuck this shit. Dus misschien is dat toch wel weer een soort van wijze les die we hebben geleerd qua Minecraft Skywars. En ik hoop dat ik die
die wijsles gaan meenemen naar de volgende potjes en afleveringen. Fuck yeah. Nou ja, jongens en meisjes. Ik wil jullie in ieder geval allemaal weer ongelooflijk bedanken voor het kijken van deze spliksplinter nieuwe aflevering van Minecraft Skywars. Die zoals gewoonlijk weer geüpload is hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Stel je nou eens voor dat je deze video bekeken hebt en je vond het heel erg leuk om naar te kijken, dan mag je deze video uiteraard een blauw duimpje omhoog geven. Daarnaast kun je natuurlijk ook even op die rode abonneerknop drukken hier onderaan de video. Als jij 24/7 up-to-date gehouden wilt worden van alles wat ik doe omtrent dit kanaal. Op die manier ontvang jij namelijk een melding in jouw subbox als je geabonneerd bent op mij van wanneer ik weer een nieuwe video heb geüpload. En dan kun je die als een van de eerste bekijken. En als jij de vorige afleveringen van Minecraft Skywars nog niet gecheckt hebt, schaam je! Maar dan kun je ook gewoon even op de aangegeven annotatie in beeld klikken. Of als je dit op je iPad of mobiele telefoon kijkt, kun je even de beschrijving checken. Jongens en meisjes, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Skywars hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Jullie zijn motherfucking bazen. En hopelijk zie ik jullie dan de volgende keer weer terug met een nieuwe Skywars aflevering hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. En dan zeg ik, later mensen.